Mijn team die loopt nu wel een beetje verderop. Die Eve zit ook overal, is dat zo, ja? Is Eve overal te vinden in elke stream? Ik ga zeker die eventpunten meepakken. Mijn team die kan de pot op. Kut. Hey, Spy, wat's up? Iedereen die komt gewoon even lekker chillen. Hoe is de Spy? Oh. Oké, dit is. Ja, sorry even voor de reclame. De reclame is een beetje lang. I know. Ik heb Fanny niet meer. Dit is niet goed. Dit idee ging niet zo goed. Kut. Oké, okay, als jullie... voor de mensen die het nog niet weten, ik doe een giveaway'tje. Ja, ik blaas inderdaad bijna mezelf op. Maar ik doe een giveaway en daarbij stream ik deze game. Of ik geef deze game zeg maar weg, maar ik stream de game natuurlijk ook. En dan kunnen jullie een beetje checken van, yo, wat is de giveaway? De giveaway is deze game. Dus dat lijkt me best wel lijp. En wie weet, degene die de giveaway wint, kan ook meespelen. Als je moet even uitklikken giveaway doen, dan kan je ook gewoon de giveaway joinen. Als je dat nog niet hebt gedaan. Holy shit, fucking Eertje is gewoon gelijk aan het subben. Holy shit. Eefje, dankjewel. Ja, Spy, klopt. Ik had het gezien inderdaad. Ja, gezien, je zei het volgens mij gisteren. Yo, even allemaal lof naar Eefje. Even hype of een hartje, gewoon even lof. Nog niet eens een uur in de chat. Nog niet eens 10 minuten, of wel? Weet ik niet. Het is tijd, ik ben niet goed met tijd. Nog niet lang in de chat. En dan gewoon gelijk een subje. Lijpe shit. Als iedereen dat nou deed. Nee, grapje. Oh. Oh. Kut. Er zijn enemies, denk ik. Fucking niens ook al. Eefje Koelen gifted a tier 1 sub. Kunnen we even allemaal een Elmo trigger gooien? Sub in die channel. Want ik ben getriggerd. Yo. Er zijn hier mensen, maar ik weet niet waar. Daar. Oké, okay, daar, tank. Ik hoor ze. Bro is doodgesprongen. Hij is doodgesprongen. Mijn hele team is al neer. Iedereen is ook al gelijk geliefd. Nog een sub! Jongens, niet nu! Oh! Gijs, dankjewel! Fuck it. Fuck dit. Er was nog een guy. Oh, er was nog een guy. Ook gewoon bijna hype train. Ik heb nog nooit een hype train gehad, jongens. Help mij. Kut, er was nog een guy. Er waren 4 guys. Dat betekent dat er 2 teams waren. Of hij was gerevived. Nou, maakt niet uit. Ik heb het goed gedaan. Ik kan niet alles in mijn eentje doen. Oh ja, ik zei trouwens dat Damien dus zou meedoen, hè. Ja, Damien laat me gewoon weer in de steek en die komt gewoon niet. Wat vinden jullie daar nou van? Even eerlijk. Nee, echt iedereen fucking bedankt voor al die subs. En ik ben nog niet eens een uur live. Wat een verrassing. Ja, het is Damien, hè. Ik dacht van, yo, ik ga dan wel even hunshoren. Dan ga ik wel gezellig met Damien, omdat hij het graag wil Warzone doen. Daarna. Maar ja. Hij wil niet. Dus ik ga straks naar hunshoren. Dan ga ik Warzone spelen met Niels. Dat is natuurlijk ook top. Ik krijg een prestigetje. Wauw. Triest is een understatement. Voor Damien? Ja. Oh, wat fuck is dit? Waarom is het nu net gereset? Ik heb hem al gehaald, denk ik. Nou moet ik een Martini Henry en een shotgun. dat wordt lastig. Wacht, ik heb een idee. Ik weet niet waarom, maar door al die subjes... Hij trilt een beetje. Martini... Gewoon CS pompen. Zou ook kunnen. Ik zou ook CS kunnen spelen. Dat zou Niels ook wel willen doen, denk ik. Oké, okay, Martini Henry. En ik moet eigenlijk een shotgun, maar ik heb geen... Er is geen shotgun pistool. Dat is een beetje kut. Ik neem gewoon een crossbow mee met poison hebben. Wacht, ik ga eerst een shotgun halen, want dat is gewoon... Ik weet dat Niels ook nog met mij CSGO wou doen.
Ik ga dat zo doen. Dit is ook wel goed. Knifeje erbij. Wie kent deze game trouwens niet? En heeft uitleg nodig. Hype train! Let's go! En nu? Nu is de hype train. En nu? Wat doet de hype train? Ik heb nooit een hype train meegemaakt. Ik heb daar niet genoeg voor in andere streams gezeten. Jij denkt dat ik ga dansen op stream. Ik heb wel een keer gedanst op stream. Als je deelneemt krijg je emotes. Ah. Oké. Ik mis iets. Ik vuur damage. Dat zijn mijn flares. Ja, dus ik ben tanto blind. Ik zweer het je, hier zaten flares tussen erde. Zitten die hier? Ja, boeien. Hij doet wel anders. Hoe heb ik nog geen flares unlocked met mijn level? Ik snap het niet. Ik neem wel hele mooie mines mee, ja. En daarnaast firebombs. Wat doen we? We doen er twee, want we hebben ze nodig. Maar ja, voor de mensen die nog niet weten hoe de game eigenlijk werkt. Spoel even een uitroepteken H-showdown. Ik heb niet eens in de titel staan, want ik ben het vergeten, want ik ben een kutstreamer. Maar verder uitroepteken H-showdown. Dan weet je wat de game is. Waarom speel je op US East? Speel ik op US East? Oh, wat? Geen idee. Maintenance? Oh, dan vind ik gewoon sneller een match, denk ik. Zoiets. Ik heb gewoon US East en Europa aanstaan. Dit zijn mijn hype train emotes. Holy shit. Maat, wat is er? Zeg het eens. Dat is pas sneu. Hè? Waar zie je hype train emotes, jongens? Depressed. Dit is ook hoe ik me voel, man. Waar zie je die dingen? Even jezelf doneren? Oh, ja, sorry, ik heb geen geld. Maar door jullie heb ik wel weer geld. Ik had maar liefst nog 16 euro op mijn bankrekening. Dit is de reden waarom ik live ben gegaan natuurlijk, want ik wist dat dit zou gebeuren. Okay, let's go. Facebook gaming. Jongens, zou ik op Facebook gaan livestreamen? Gewoon heel Twitch gewoon droppen en op Facebook gaan streamen. Ja, niets, dat komt eigenlijk omdat ik te veel heb uitgegeven en aan het sparen ben voor een nieuwe auto. TikTok? Ik wou dat ik op TikTok kon streamen, man. Daar heb ik 1000 volgers voor nodig. Ik was serieus. Ik heb gisteren alles opgezet om op TikTok te streamen en Twitch tegelijk. Kom ik achter dat ik 1000 volgers nodig had. Gewoon een uur van mijn leven verneukt. Oh, moet je serieus 18 zijn om op TikTok te streamen? Dus YouTube streamen, kansloos. Ja, YouTube streamen, dat is al helemaal iets waar ik nooit aan wil gaan beginnen eigenlijk. Het heeft wel zijn dingen tegenover Twitch, maar ik denk niet dat het Twitch zeg maar zo snel zou kunnen surpassen. Ja, ik heb al een auto. Een Mini One. Het is niet een... het is geen dure auto, maar het is een auto uit 2002. Het is niet door de APK gekomen helaas, dus ik moet hem wel repareren. Maar ja, ik heb een auto op het oog. Laten we daar maar op houden. Of in ieder geval een merk en een auto. En het kost wel even om daarvoor te sparen. Oh, ik heb een hype train emo, man. Tjoep, tjoep. Ja, mijn auto die ik wil, die kost ergens... ja, ik zou maar niet zeggen eigenlijk. Ik denk wel 11 tot 15k die ik wil. Ik heb nog nooit veel YouTube gestreamd, maar lijkt me even wennen als je Twitch bent gewend. Ja, dat is sowieso. En ik, heel eerlijk. Jongens, als jullie een stream kijken, waar ga je heen? Ga je naar Twitch of YouTube? Dat is toch geen moeilijke vraag? Ik denk als je naar YouTube gaat, dat jij een hele andere fanbase zou gaan krijgen. Ik heb nu vaak wel 18 tot 26. Ik heb zelfs ouderen in de chat zitten. Niet heel veel jongere mensen. Maar ik denk zodra jij naar YouTube gaat, dat jij best veel quotas in je stream krijgt. En ik weet niet of dat wel heel erg ideaal is. Het ligt er wel aan hoe je het doet inderdaad. Dat sowieso. Ik zoek iets, maar ik kan het niet vinden. Zie je bij die gast ook? Ben je wel te vinden op Twitch dan? Waar ben je überhaupt goed om te vinden? I mean, op Twitch... ja, ook op Twitch is wel makkelijker. Depends ook welke game je speelt natuurlijk. Maar volgens mij is het filtersysteem op YouTube niet heel erg goed. Twitch promote je niet? Nee, je moet jezelf promoten. TikTok, YouTube Shorts, dat is wat ik gebruik. Ja, YouTube Shorts is echt goed.
Dat, die shit is echt goed. Ik pak daar gewoon 2k views mee per shot. Maar ik snap die algoritme niet echt. Want de ene keer pak ik 2k en de ene keer pak ik 20. En die margin is wel heel erg groot. Daar wil ik ook mee beginnen. Ja, weet je wat ik dus wil gaan doen? Af en toe gewoon wat clipjes posten. Gewoon een clipcompilatie op YouTube. Natuurlijk doe ik sowieso wat shortjes. Maar mensen die niet op Twitch zitten, die kunnen lekker die clipjes op YouTube kijken. Maar ja, dat is ook wat ik jou aangaf inderdaad, Nino. En ik ben even aan het kijken naar een programma waarmee ik eventueel gewoon snel shit kan editen, toch? Ik heb misschien iets gevonden. Dat is gewoon een programma die automatisch alle stiltes uit jouw video knipt, zeg maar, als het ware. Ik weet niet of jullie daar ooit van hebben gehoord. Volgens mij staat Timebolt. Heeft één video ooit van Timebolt gehoord? Ik ben er gewoon niet aan het opletten, trouwens. Niet van gehoord, oké. Ja, het is iets wat ik ga proberen. Het kost alleen wel geld. Dat is een beetje jammer. Maar ja, wat kost tegenwoordig niet geld? En vanavond niet ga ik even lekker die introotjes maken. Een beetje mijn merch rebranden en zo. Wel fijn dat Twitch ook een playback error geeft. Zijn er nog mensen hier in de chat die van plan zijn om Warzone te gaan spelen? Want misschien kunnen jullie vanavond wel meedoen. Ik heb 2 spotjes over, dus. The winner takes it all. Ik zoek een monster die ik moet killen met vuur, maar ik kan hem niet vinden. Dit is een skill issue. Ik ga gewoon verder lopen, want ik wil hem eigenlijk wel hebben voor mijn challenge. Ik zie daar wel weer een eventpunt. Ik heb nog extra heel veel vuur meegenomen. Heb je dit? Ja, even hier komen jij. I mean, je hebt crossplay, dus als je niet op PC zit, dan zou me niet heel veel uitmaken. Holy shit, een blueprint. Hand cannon. Let's go. Ik wil deze guy killen. Hij moet even hierin komen. Oké, hij heeft een bom. Nog beter. Oh, hoezo dat dan, Nino? Wat is er gebeurd? Is dat bij die nieuwe website of dat niet? Fanning, ideaal. Ja, Nino, welke website gebruik je daar ook alweer voor? En is dat betaald of niet? Want ik gebruik dus Placeit, maar Placeit heeft af en toe best wel mid designs. Doe het, run. Hij blijft ook gewoon staan, hè? Ik ga hier. De hele trui zit onder de lijm. Oei. Dat is niet. Waarom heb ik zulke slechte teammates? Ping me maar als je de. Ja, komt goed. Komt goed nieuws. Ik denk ergens rond 8 uur. Ik mag deze gun niet. Ik hou niet van deze gun. Wat is deze pistool? Ik ga hem gewoon pushen. Oké, mijn teammate die killt hem al, sure. Bro, wat is mijn teammates die zijn aan het fucking gamen? I don't mind. Ik heb geen fuck hoeven te doen en ik level mijn guns. Ik ben niet gewend om meer deze shotgun te spelen, jongens. Normaal ben ik niet zo shit. Maar hoezo? Nino, kreeg jij een trui met. Of wie? Hoezo kreeg je een trui met lijm? Hoe krijg je dat voor elkaar? En waarvan? Hoe? Ik ga echt even mijn research doen voor het programma wat jullie nou gefixt hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Hey, Gijs, ik heb nog nooit merch verkocht, hè. Even kalm, geen haat op mijn merch. Hey, maar Nino, hoe is de profit margin, zeg maar, vergeleken met Stream Elements bij de merch als je het verkoopt? Want er zijn best wel mensen die wouden dus wel eens af en toe een keertje merch van mij kopen. Alleen, die vroegen dus hoeveel ik er nou precies mee verdien. Maar met Stream Elements verdien ik er gewoon echt geen in de neuk aan. Dat is 1. En daar ben ik. Kut.
Oké, jongens, de potjes gaan gewoon helemaal kut. Verkoop liever veel en weinig winst per stuk. Ja, dat sowieso, toch? Ik denk dat mensen meer zouden kopen als jij gewoon de kwaliteit gewoon low hebt. Dit komt gewoon door mijn team. Eigenlijk heb het team wel een beetje gecarried.